Vandaag is het Wereldkoffiedag. Ik drink het niet, dus alsjeblieft. Maar we vragen ons natuurlijk wel af hoe belangrijk koffie nou eigenlijk is voor onze studenten. Heel belangrijk, ja, anders red ik de schooldag niet. Simply, we cannot live without coffee. Ah, zeer belangrijk hoor. Ik neem elke dag een bakje koffie, 's ochtends en 's middags. Dus. Super belangrijk. Echt, ik drink wel toch wel 4-5 kopjes per dag, zeker weten. Heb je daar net koffie zitten morsen? Ja, ik ja. Ja, zij hoor. Hoe pijnlijk is het voor jou? Ja, het doet wel even zeer aan de hand. Ja, het helpt me ook gewoon om wakker te worden 's ochtends. En gewoon na het eten vind ik het altijd wel fijn om even een kopje koffie te drinken. En hoe vaak per dag drink je eigenlijk koffie? Zo 4-5 keer per dag. Dus best wel vaak. Je weet dat het niet gezond is, hè? Oh, is dat niet gezond? Nou ja, dat is niet anders. How do you like your coffee the most? Black. Without sugar, without cream. Just keep it clean, eh? Ja. Ja, just simple plain. Ben je echt koffieverslaafd? Nou, verslaafd zou ik niet willen zeggen, maar ik vind het wel echt lekker, ja. Zou je een weekje zonder kunnen? Ja, op zich wel. Denk het wel. Maar ik zou het wel missen, ja. Zeker weten. Als moet wel. Maar liever drink ik wel koffie. En hoe drink jij je koffie? Met melk of zwart. Niet met je mond? Ja, ook. Ja. Dat was flauw, ik weet het. Sorry.